Hij is echt, echt, echt goed. Met deze chemistry stijl. Poh. It's Bergkamp. That's magnificent. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh! Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En die schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp. Strijders, welkom bij een heel grote video waar ik super lang aan heb gewerkt. Ik weet dat hier behoefte aan is. We hebben natuurlijk de nieuwe icon swaps. En daarin kun je gaan voor Prime Icon Moments Dennis Bergkamp. Fantastische speler. Maar we willen allemaal weten, is die man 16 tokens waard? Ga ik daarop wachten, daarvoor sparen, daar al die moeite voor doen? Daar kom je vandaag achter in 6 FUD drafts. 6 eenzame verdette FUD drafts met Dennis Bergkamp speel ik. Jullie snappen het. Er zit echt veel moeite in. Een duimpje omhoog wordt echt ontzettend gewaardeerd. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik hoop dat jullie echt al die drafts gaan kijken. En aan het eind kom ik met een conclusie wat ik, als ik jullie was, zou doen. Dit is de eerste draft die ik voor jullie klaar heb staan. Met Bergkamp geflankeerd door Haji en Messi. Gruwelijke ploeg. Bergkamp met een shadow kaartje. En later blijkt dat dat nog best wel eens een heel relevant dingetje is. Ja, geweldige kaart, hier komen we veel op terug. Zijn shooting is fantastisch, hij heeft een heerlijke balcontrole, is best wel sterk, mist wat snelheid. Deze kaart is sneller dan zijn andere versies. 86 pace is alsnog niet krankzinnig, maar door die shadow kaart is dat echt ontzettend geboost. En dit is de eerste draft die we met hem gaan spelen. 4 sterren is heerlijk. En deze ploeg op hem heen is top. En dit is de allereerste ploeg die we treffen in de allereerste draft van dus uiteindelijk 6 drafts. Maar gaan ze allemaal checken. Hier Bergkamp met zijn shadow, ja, verdedigende kwaliteiten en zijn snelheid omhoog. Ik was er hier nog niet echt van op de hoogte dat hij die shadow kaart had. Maar dat gaat dus blijken, dat is echt ongelooflijk belangrijk om die kaart, om die chemistry style op Bergkamp te hebben. Hier jankt hij hem voor het eerst echt geweldig tegen de touwen. Zijn shooting is echt absurd, abnormaal goed. In wat voor systeem je hem het best kunt gebruiken, ik ben daar inmiddels wel redelijk achter. Dit is dus hier een 4-3-2-1 systeem. En wat ik hier vooral deed bij deze eerste draft, wat ik verkeerd deed eigenlijk in deze eerste draft, was dat ik Bergkamp nog iets te snel opzocht. Ik wilde heel veel acties maken met Bergkamp. Ik wilde continu met hem een beetje de Cruyff of de R9 uithangen en met allemaal skill moves mezelf vrij spelen. Daar ben ik een klein beetje teruggekomen. We gaan wel met speelsgemak naar onze tweede ronde. Gelijk een rage quit na 2 doelpunten. Dat is lekker. En hier komen we gelijk tegen Garrincha en R9. Maar dat is wel een belangrijk ding. Bergkamp heeft een heel goede dribbel, ja. Maar hij mist sowieso acceleratie. En hij is niet de man van de kleine ruimtes. Dat merk je in alles. En dat probeer ik nog te veel. Waardoor te veel wedstrijden uiteindelijk eindigen met te weinig doelpunten voor Bergkamp. Terwijl het juist wel echt een finisher is. Hij heeft 98 finishing, wat krankzinnig hoog is. Bizar hoog. Alleen ik gebruikte het op het begin een beetje verkeerd. Waar ik ook achter kwam, dat zie je in deze beelden nog wel af en toe. Dat zag je net, dat hij van nature best wel naar buiten trekt. Het is niet een spits die in de as blijft. Vroeger, en daarom is het ook een CA, het is een central forward. Vroeger weet ik nog dat er in die boeken stond dat Bergkamp een schaduwspits was. Wat natuurlijk betekent dat hij achter de diepste spits, meestal Patrick Kluivert bij Nederland Elftal, speelde. Ik zei ook altijd bij de F'jes dat ik een schaduwspits was, terwijl je daar nog niet eens sprake hebt van twee spitsen. Daar is nog geen sprake van. Maar goed, ik zei altijd, ja, ik ben schaduwspits, heel interessant. Maar Bergkamp was echt een schaduwspits. En in FIFA zie je ook dat hij dus heel veel wegtrekt van zichzelf. Ik heb hem daardoor, in wat voor systeem ik ook speelde, altijd de instructie gegeven vanaf de tweede draft, denk ik. Dat ik echt dacht, oké, dat is echt belangrijk bij hem. Altijd de instructie gegeven, stay central. Blijf in het centrum. Heel belangrijk in dit geval, in deze eenzame verdette drafts, omdat ik hier alles met hem wil scoren. Kijk, als jij Bergkamp gebruikt in een team waar hij niet per se de man is die je doelpunten moet maken, je gebruikt hem ook echt op 10, dan hoef je dat niet per se te doen. Dan is hij juist lekker in die vrije rol. Dan is het een soort Eriksen, zeg maar. Heeft een hele goede paas. Maar dat gebruik ik bijna niet in dit soort video's. Zijn passing komt nauwelijks aan bod, omdat hij mijn eindstation moet zijn. En daarom laat ik hem dus in het centrum lopen. Hier overigens gewoon een ruime overwinning. En we gaan ook echt eigenlijk altijd met speelsgemak naar de finale. Ik ga vooral de eerdere potten in de draft op deze manier laten zien. En de finales, die heb ik allemaal live gespeeld met live commentary. Dus daar schakelen we zo naartoe. Nu dus. Oké, prima ploeg. Maar daar is die. Onze verdette. Oh ja, meteen op start drukken. Dat is dus echt even van belang. Als instructie op Bergkamp vooral in het centrum blijven.
Daar gaat Haji nu geven. Bergkamp moet een doelpunt zijn. Natuurlijk is het een doelpunt. 14,5 minuut. Dat houdt hij ongeveer vol. Hij gaat echt heel gelijk op met Garrincha. Die eindigde van de week op 20 doelpunten. En ja, 14,5 minuut per doelpunt. En dat is Leiden. Dat gemiddelde. Dit was ook wel een niet te missen kans natuurlijk. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Zidane zoeken naar Bergkamp nu. Hier is Bergkamp. Sterk. Kijk hoe sterk die is. Oh, hij mist. Ai, ai, ai. Nu zijn we Sjaak. Crespo. Nee. Ah. Tegenstander is ook niet slecht. Messi. Hallo. Ah. Ah. Nee, het wil niet lukken in deze finale. Kut, sorry. Oh, nooit. Kom op, Bergkamp. Kom op. Sta op. Puyol, jongen. Wat een slappe zak is dat ook, zeg. Ja, dat was de eerste finale. Dat ging niet helemaal zoals gepland. Dit was ergens vorige week. Nu snap je leuk waarom ik er 6 heb gedaan. Nee, we gaan snel door naar de tweede draft. En blijf hangen, want we zijn er nog lang niet achter of Bergkamp je tokens waard is. Dit kan gebeuren, jongens. Je moet hem ook een klein beetje leren kennen. Dit was net de eerste date. Dit is nu ons tweede ploegie met Kanté centerback. Weliswaar op middenveld, maar echt een lekker elftalletje. Bergkamp in een tweespitsen systeem. Overmars komt daar snel bij voorin. En we hebben nog Neymar, Mbappé en Garrincha op de bank. Dus hier is niks mis mee. En dit is de eerste tegenstander in onze tweede draft. Met daar Garrincha en Neymar ook in de basis. 6e minuut, meteen een lekkere goal van Bergkamp na een Berbatov-spinnetje. Die gebruik ik veel met hem. Op een of andere manier voel je dat, omdat hij groot en redelijk sterk is, zijn lichaam er dan goed in kan draaien. En dat is met hem best wel een effectieve skill. We gaan door. En wat chill is aan hem is dat zijn linker ook vrij goed is. Maar wat nog leuker is, is dat als je bij zijn linkerbeen aankomt, hij bijna altijd kan kiezen voor een buitenkant rechtsschot. En die schoten zijn bij hem echt levensgevaarlijk. Wat het nadeel is aan de Bergkamp in deze draft, hoewel we met twee spitsen spelen, wat wel top is. Het nadeel aan hem nu is dat hij de basic chemistry style heeft. En vanaf hier begon ik me eigenlijk te erger aan Bergkamp. In de eerste draft deed hij het fantastisch. Verloren we de finale. Het speelde ook niet optimaal in die draft. En ik speelde zelf gewoon ook niet goed genoeg met hem. In deze draft kwam ik er nog meer achter. Ook in een tweespitsen systeem. Dat je hem echt centraal moet laten lopen. Maar ik dacht ook, hij mist iets. Acties lukten elke keer net niet. Ook zijn schoten. Hij leek elke keer net niet lekker uit te komen voor die schoten. En natuurlijk win je de meeste wedstrijden alsnog en scoort hij ook best wel veel. Maar met eenzame verdetters ben ik echt gewend dat we nog veel meer scoren. Een normaal gemiddelde met eenzame verdetten video's is dat hij ongeveer 15 minuten nodig heeft per doelpunt. En daar komt Bergkamp gewoon echt niet aan in deze draft. Mijn conclusie op dit moment is dat hij mensen naast zich nodig heeft die echt snelheid hebben. Dit was echt een onbegrijpelijke misser en dan ga je er nog wel wat meer van zien. Terwijl dit de derde tegenstander is die we tegenkomen in deze video. Weer Garrincha, die zie je best wel vaak. Bergkamp krijg je ook best wel snel. Volleys zijn goed op orde bij hem. En dit is zoiets, kijk, dit is zo'n moment. Hier verwacht ik gewoon van een topspits met 98 finishing dat hij hem afmaakt in de korte hoek. Maar ja, is het Lehmann oké? Tuurlijk, goede keeper, maar dit is helemaal onbegrijpelijk. Met links mikt hij hem naast. De gameplay was ook niet top in deze fase. Maar toch, weet je, met links een open kans. Ik verwacht gewoon dat een spits hem dan scoort. Dus ik was hier zoekende over hoe ik Bergkamp moest gebruiken. Elke kans die je mist, ga je denken, wat moet ik doen? Moet ik hem nog andere instructies geven? Maar wat ik dus op dit moment nog niet echt besefte, was dat die chemistry style op hem echt van groot belang is. Ik ben iemand die eerder gewoon zegt van, ja, ik geloof er niet echt in die chemistry style, dat het zoveel doet. Maar na 6 drafts leer je speler ook echt kennen en voel je, dat is heel leuk, dan voel je echt dat er iets anders is. Dus als die pace geboost wordt op een gegeven moment, dan voel je dat. Dan denk je van, wow, oké, hij is in deze draft is hij echt gewoon sneller en beter. Dus dat is grappig, dat je dus continu met hem speelt met andere chemistry styles en dus andere kwaliteiten. Nou, een paar schitterende goals. Natuurlijk zien we echt genoeg heerlijke goals. Want op dit moment denk jij waarschijnlijk, nou, die Bergkamp is net niks. Dit is schitterend. Dit is genieten. En ik dacht hier ook, ja, kom op. Hij heeft echt bizarre kwaliteiten, maar ik twijfel nog. Allemaal leuk en aardig, we staan wel weer in de finale. Hey, kijk, dit is grappig. We spelen tegen Bergkamp, Prime Bergkamp, niet Prime Moments.
Oh, paal. Ja. Oh, wat is dit dan? Hier komt Bergkamp. Hij is niet de man van de actie. En dat is zo moeilijk, omdat ik wel de man van de actie ben. Nu gelukkig met een mazzeltje. Maar dat maakt het moeilijk voor mij om met hem als scorende spits te spelen. Kijk, daar is hij weer. Goed. Dit is toch goed. 43e minuut. Rage quit, denk ik. Ah, ik ben nog niet klaar met Moments Bergkamp. Hyped om met hem te spelen. Ik vind hem echt vet. Ik wil door. Ik wil nog even wat meer gebruik van hem maken. En mijn grote dank gaat uit naar Damien, wiens draftteam ik mag gebruiken. Hij zit gewoon in de eerste ronde. Hier is iets met designs die ze niet kunnen vinden. Not found, oké. Okay. Apart, maar verder echt een heel lekker teampje. Wat is dat met die designs? Heel raar. Goed, jongens, ik ga jullie weer door de eerste paar potten begeleiden. En hopelijk zie ik jullie dan straks bij de finale. Ja, zo zat ik er gisteren bij in die grijze hoodie hier. Neemt mijn huidige ik het weer eventjes over. En Bergkamp blijft ook op het account van Damien gewoon lekker doorgaan met scoren. Wat we natuurlijk vooral zien, je krijgt hem af en toe gelukkig mee, is dat hij gewoon sterk is in de duels. Hij heeft gewoon een geweldig goed schot met rechts. Vies tegen weakfoot is heerlijk. Alleen scoort hij wel te weinig. En dat komt vooral doordat ik te weinig in scoringspositie kom. En dat heeft dus weer te maken met het feit dat hij niet die actie heeft die ik wel gewend ben van de wendbare spelertjes die ik altijd gebruik. Denk ook aan die Garincha, Neymar, Cruyff. Maar ook een Cristiano Ronaldo heeft ook een betere actie, een betere acceleratie dan Bergkamp. En daar wringt hem de schoen. Daar heb ik gewoon heel lang last van gehad. Er gaan ook hele leuke dingen weer gebeuren. Sowieso was EA heel lekker bezig bij de release van FUT Birthday. Jullie zagen sowieso die not found tekst op de Icon Moments kaartjes. Die designs waren ineens niet vindbaar. De service waarop was prima te maken. Kijk die valpartij daar trouwens. Echt heel gestoord. Jullie zien overigens aan het eind van elke draft de gemiddeldes. Dus dan zie je hoe vaak ik heb gewonnen met hem. Hoeveel doelpunten Bergkamp heeft gemaakt tijdens die draft. Echt de eenzame vedette statistieken. En dus hoeveel minuten die nodig heeft gehad per doelpunt. Zodat jullie echt van elke draft een goede analyse kunnen zien. Van oké, hoe heeft hij het in dat systeem gedaan. Met die chemistry style en zoals Koen toen speelde. Nu 5-1 winst in de derde pot. Maar dan dit. Ja, FUT Birthday was het dus. Ja, geliefd natuurlijk. 5-1 stonden we voor in ronde 2. Of in ronde 3, sorry. In ronde 3 alweer. Geen winst in deze draft. Maar toch wilde ik jullie deze beelden laten zien. Vooral omdat ik jullie een volledig beeld wil laten zien. En deze twee acties, die laatste pot, die twee fake shotjes buitenom en dan afdrukken met rechts, is ook echt een heerlijke manier om het Bergkamp te scoren. 3 drops gehad, maar jullie snappen, ik ben nog steeds niet tevreden. Maar, gelukkig is er nog een held. En ik ben mega blij, want dit is een formatie met 2 spitsen. 4-2-2-2, dit moet hem worden. We mogen hem zelf nog invullen. Oké, met dit 191 draftje op het account van Milan moeten we het nu gaan doen. Naar mijn mening, dat heb ik in al die andere drafts gezegd, is een formatie met 2 spitsen ideaal voor Bergkamp. Nu moet hij het ook gewoon gaan waarmaken. Nu moet ik het gaan waarmaken met Bergkamp. Ja, de 4e van 6 drafts. Al wist ik hier natuurlijk nog niet dat ik er nog 2 ging spelen. Ik dacht natuurlijk bij elke draft, bij die 3e en bij die 4e, van dit wordt de laatste. Nu is de video klaar. De eerste draft, oké, daar verloren we de finale. Ik was daar salty ook. Die 2e draft, oké, finale gewonnen. En net natuurlijk dus die disconnect. Maar goed, je wil nog even zo'n ultieme draft hebben, weet je wel. Waarin alles gewoon klikt en klopt. Eerste pot in deze draft, meteen een snelle rage quit. Dat is wat je wil. 2 vroege doelpunten, helemaal prima, niks mis mee. Oké, hier zie je het al. Pas na een half uur gescoord. 38e minuut, 1-0. Ja, daar doe ik het gewoon niet voor. Leuk een rage quit, maar Bergkamp moet meer scoren. En ik voel dat als ik met hem in de 16 sta, een beetje zoals Huntelaar altijd is geweest. Als hij in de 16 is en ik krijg een kans, dan hangt hij. Maar nog steeds ben ik er niet helemaal achter hoe ik hem nou moet gebruiken. En zoek ik hem misschien zelfs nog wel iets te vaak te snel op. Het is wel een ideale formatie nu weer met 2 spitsen. Maar geen spitsen om hem heen. Geen echte buitenspelers om hem heen die hem heel makkelijk kunnen vinden. Met heel veel snelheid. Hier ook weer verlenging. Weliswaar 4 doelpunten, maar dat is dus 30 minuten per doelpunt. Dat is gewoon niet goed genoeg. Hoe dan ook, wel weer in de finale. Oh, bloed, zweet en tranen, bloed, zweet en tranen. Ik gebruik hem misschien toch nog steeds ook niet helemaal op de goede manier. En dat is meer een beetje mijn mankement. Kijk, Bergkamp is natuurlijk vooral een stilistische afmaker geweest. Maar ik moet eraan denken dat ik mijn acties maak met die andere mannen voorin. En Bergkamp in een later stadium pas aanspeel. Maar dat vind ik echt moeilijk. Knallen we gewoon Messi naast Bergkamp in de spit. Ja, ik moet gewoon even zorgen dat hij de juiste mensen om zich heen heeft. Hij heeft snelheid om zich heen echt nodig. Want dat mist hij gewoon, toch? Dat merk je. Oh, identiek, nu met links. Zo, kanonnen. Oké, dit was echt weer een hele zieke goal. Dit is ook een beetje het verhaal van
van Bergkamp wat mij betreft. Hij wisselt gewoon echt briljante dingen en schitterende goals af met momenten waar ik hem niet begrijp. Nu dan. Nu kunnen we hem wegsteken. Kom op, geef ons wat snelheid. Prima. Oh, rage quitje, nu al. Dat is vroeg. Dat is heel vroeg. Ik wilde nog wel even vlammen met hem in de finale. Ja, hij is weg. Ah, ja, dan was dit het. 4 drafts met Bergkamp. Oké, sorry jongens. Ik kan er gewoon geen genoeg van krijgen. En ik heb nog iemand gevonden. Dankjewel, Nick van Woerkom. Hij heeft hier ook Moments Ronaldinho. Prima ploeg. Deze man ga ik even wisselen, denk ik, aan het begin van de wedstrijd voor, ik denk, Salah. Verder, heerlijk elftal. Aan één ding moet ik denken. Niet te veel acties met hem maken. Proberen hem pas in de 16 aan te spelen. Dan draaien en rammen. Rammen, rammen, rammen. Schieten, dat kan die. Ah, ja, goed. Poging 5 dus. Dit is de eerste ronde van die vijfde draft op het account van Nick van Woerkom. Iemand uit Brabant, wiens team we dus mogen gebruiken. En ik moet erbij zeggen, in deze eerste ronde treffen we echt een heel slechte tegenstander. En dan gaat het ook gewoon heel hard. En ik vond het oprecht al vrij snel in deze pot niet eens leuk meer. Hij loopt hier ook te kloten met zijn keeper. En het ging op zo'n manier dat ik dacht, ja, zo kan ik Bergkamp niet eens testen. Ik wil wel goed met hem spelen tegen weerstand. En ja, eerlijk is eerlijk, deze pot ging op een gegeven moment gewoon helemaal nergens meer over. Maar toch laat ik het ook hier weer aan jullie zien. Zodat je toch een compleet beeld krijgt van wat deze man allemaal kan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dit is onze tweede ronde, jongens. Ja, 9 doelpunten. Wat was het in die eerste ronde? Krankzinnig veel. Dat linkerbeen wil ik ook nog wel wat over zeggen. Dat is echt een vreselijk goed linkerbeen. Er staat 4 sterren, maar dat is echt zo'n linkerbeen. Afgezien van die rare misses die we ook af en toe hebben gezien. Maar soms is het ook een beetje gameplay. Die voelt over het algemeen echt aan als 4,5 sterren weak foot. 4,5 ster. Echt, echt fantastisch. Hier zie je het. 65 minuten score ik pas. En dus was ik ook over deze draft nog steeds niet tevreden. Het systeem was hier op zich prima. 4-3-2-1 was ook dus het systeem van de allereerste draft. En we gaan er snel doorheen. Weer naar de finale. Dus wat dat betreft mag ik ook niet klagen. Maar zolang ik dus voor mezelf niet het gevoel heb van ja, zo moet ik Bergkamp gebruiken. En ik heb het gevoel dat ik alles uit deze kaart haal, ben ik niet klaar. Hier komt wel de finale van de vijfde draft. Dit is onze tegenstander in de finale. Matig teampje. Hij moet echt die Saúl en Suárez gaan wisselen, denk ik, in deze game. Het gaat soms moeizaam. Net scoorde ik ook weer 2 keer in die laatste fase, zoals jullie zagen. Maar goed, let's go. Dit kan volgens mij qua gemiddelde wel eens even de beste worden. Dus, let's go. Nu. Korte hoek. Oké, kom op. Dit zijn goals. Kom op. Nee, wat doe ik nou? Dom. Had er moeten zijn. Goed. Oh, heel sterk ingeschoten. Even die gordijnen dicht hier. Als hij vrij voor de goal staat, is het een killer met zijn 98 finishing. Messi. Zoeken. Waar is Bergkamp? Ah, niet aan te spelen nu. Ja, komt ervoor. Ah, oké, dus sterk. Even deze. Oh. Boom. Wat een actie. Zo, daar waren ze helemaal weg. Hij komt vrij. Dit moet een doelpunt zijn. Oké, prima. Goed, beheerst. Rage quit. Oké, hij bewijst het weer. Hij bewijst het weer, maar we zijn nog niet tevreden. Nu, dan eindelijk. De draft waar je voor bent gebleven. De draft die je wil zien. Daar gaan we. Dit is nu de sicke draft waarmee we mogen spelen. Moeilijk systeem. Ik moet goed kijken hoe ik mijn acties ga maken. Ik moet echt een goede pieler in de spits hebben. Misschien dat ik daar Hazard erbij ga gooien of Overmars. Overmars zou goed zijn. Maar met deze draft, dit wordt echt de laatste. De echte allerlaatste. En dan komt de eindconclusie. Ja, en dit is de gouden sleutel. Bergkamp heeft bij ons een shadow chemistry style. En wat ik al zei aan het begin van de video, normaal gesproken heb ik niet het gevoel dat het zo'n grote impact heeft als dat er in de game staat. Dat er echt zo'n boost komt op die acceleratie en snelheid. Maar kijk even überhaupt naar deze sprint. En hier had ik het voor het eerst eigenlijk door. In het begin van die eerste pot al. Ik denk, jezus, dit is niet normaal. Hij is niet bij te houden door Ramos en andere snelle spelers. En met name die acceleratie, die is zo ongelooflijk goed geboost. En elke actie die in al die andere drafts, in de allereerste draft hadden we ook een shadow kaart, maar in al die andere drafts hadden we gewoon basic of iets anders. Al die acties die de hele tijd net mislukten, al die keren, en dat zien jullie niet allemaal, want ik laat bijna alleen maar de doelpunten zien, maar al die frustrerende aanvallen die ik niet kon afronden en
dat ik een actie inzet, maar dat hij gewoon niet voorbij die man komt. Alles leek nu ineens samen te komen. Hij komt ook beter uit voor die schoten, omdat hij gewoon meer tijd en ruimte heeft na een actie om nog te blijven hangen. En ja, hoe we in deze draft spelen is ook gewoon echt insane. Meteen 6-1 voor. Onze tegenstander scoorde overigens ook zijn doelpunt met Prime Moments Bergkamp. Maar alle fake shots. Kijk hoe hij hier langs die verdediger sprint. Het is echt gestoord. Ramos en wie die andere vent is, ik weet het even niet. Die hebben gewoon geen kans. Maar Bergkamp is echt op deze manier gewoon insane. Alles lukt. Stiftje valt hier binnen. 9 goals. En dat worden er zelfs 10. Terwijl oprecht die tegenstander niet zo slecht was. Maar elke aanval was bij ons nu raak. En dit was de draft waarop ik had gewacht. En hoe ik kan vertellen aan jullie hoe je Bergkamp dus moet gebruiken. 2-spitsen systeem, wat mij betreft ideaal. Zorg niet dat hij je enige spits is. Op 10 is hij waarschijnlijk ook fantastisch. Maar dat heb ik gewoon niet gebruikt. Omdat hij bij mij alle doelpunten moet maken. En dat is vanaf 10 weer moeilijker. Echt, 2-spitsen systeem. Geef hem die shadowkaart of waarschijnlijk zo'n jagerkaart. Dat is ook ideaal. En dan maakt het eigenlijk niet uit. Probeer niet te snel die acties met hem op te zoeken. Maar met die chemistry style kan dat dus wel. En ik gebruik hem nu ook gewoon continu de diepte in. Ik stuur hem continu met snelheid weg. Hij maakt acties. De acties die ik zo graag altijd met Cruyff en Ronaldo maak, die kan ik nu met hem maken. En we scoren aan de lopende band. En elke pot denk ik weer van, kunnen we dit vol gaan houden? Maar we houden het vol. En het gemiddelde aantal minuten dat hij per doelpunt nodig heeft, wat jullie straks op het einde gaan zien, is echt, dat is krankzinnig. En dat heb ik denk ik in al die jaren eenzame verdette ook nog nooit gehaald. Vandaar deze ongelooflijk goede lange video en een duidelijke review voor jullie, denk ik. Hoe je Bergkamp dan uiteindelijk moet gaan gebruiken. Je ziet veel dat ik spelers inspeel en dat Bergkamp vervolgens doorloopt. Tegenstanders lijken ook verrast in deze draft over hoe snel die is. En wat verder opvalt, is toch gewoon dat al zijn schoten zo clean zijn. Het is bijna R9-achtig. Zijn schotkracht is volgens mij ietsjes lager, maar dat weet ik niet eens zeker. Ik heb niet het gevoel. Maar dat komt misschien ook doordat ik met hem nog best wel veel met die vreefschoten score. En dat zijn niet per se keiharde schoten, die buitenkant rechts schoten. Niet echt zijn vreef eigenlijk, maar meer buitenkant rechts. En R1 schoten werken met hem best wel goed. Met R9 ram je echt alles gewoon vol met alleen rondje en niet met R1 erbij tegen de touwen. Maar hij flikt het, we staan er fantastisch voor en we gaan nu naar de allerlaatste finale van de 6e draft. En ja, geniet, want Bergkamp maakt het af. Oh, holy shit jongens. Dit is de ziekste draft die ik ooit heb gespeeld, denk ik. Ik heb mijn 5 drafts niet zitten ergeren aan Bergkamp, maar ik voelde dat hij goed was, maar het kwam er niet uit en zijn acties zijn niet chill. Hij is niet lekker in de actie. Nu, met die shadow chemistry style, zijn pace is geboost en ik merk het zo lijp. Ik merk zo'n groot verschil. De rest was gewoon in orde. Ik vond zijn acties gewoon niet snel genoeg en vooral die acceleratie boost, ik merk het zo gestoord. En zijn schoten zijn fenomenaal, dat zag ik al, maar deze draft is insane. En als ik dit volhou, volgens mij zit hij echt op een gemiddelde van 7-8 minuten per doelpunt. En dat is gestoord. Dat heb ik nog nooit in de geschiedenis van FUT Draft gehad. Van eenzame verdetten. Dit is onze laatste ploeg. Ik neem jullie live mee naar de laatste finale. Dit wordt de allerlaatste draft, beloofd. Maar voor het eerst heb ik nu echt het gevoel van, hij is niet goed. Hij is echt, echt, echt goed. Met deze chemistry style, poh. Iedereen wordt echt keihard genaaid gewoon. Wat ik dus doe, ik zet Aguero op 10, Doucouré hier en Overmars naast Bergkamp. Verder heb ik nu helemaal niks gedaan ook van dat hij in het centrum moet blijven. Het is ook niet eens een chille formatie normaal gesproken. De gameplay is chill en ik kan snel tikken. Dat zag je bij die laatste goal net. Maar dit is niet normaal jongens. Dit is echt niet normaal. Als ik dit vol weet te houden. Nou, ik krijg hem meteen cadeau. Dankjewel. Bergkamp weer. Kijk, nu trekt hij dus weer iets te veel weg van het centrum. Die neiging heeft hij. Oh, Dennis Bergkamp, 2-1, aan 1-0. Oh, Marcelo beest. Daar gaat Bergkamp alweer. Kijk hoe snel die is. Oh, wat doe ik? Ik kan nog door kunnen lopen. Kijk hoe snel die ineens is. Ineens kan ik hem gebruiken op de manier waarop ik mijn spitsen wil gebruiken. Ja, goal. Toch. Ik zie toch weer die neiging ineens om... dwars door die rechtsback heen. Hij heeft soms dus de neiging om te veel weg te trekken uit het centrum. Misschien moet ik hem toch weer even voor de zekerheid die instructie geven van stay central. Oh, nee, rood. En meteen 2-1. What the fuck? Dit kan de allerbeste draft worden, maar nu moet ik hem wel winnen, die finale. Het speelt zo snel nu. Oh,
Weer 3 goals in 21 minuten. Hij houdt het gewoon vol. Ook met 10 man. Kom op. Lekker Bergkamp. Nee, verkeerde hoek weer. Hij stond daar weer. Dit is heel sterk. Echt. Wat is dit? Hij lijkt ook wel sterker dan in andere drafts. Toh. De Bergkamp die ik nu zie, dat is echt insane. Kut, is het weer rood? Het scheelt niet veel. Je wordt ook heel gretig en gehaast van deze spelmodus. Eenzame verdette, omdat alles ook draait om de klok nu. Daar gaat hij. Nu wel, korte hoek nog. Yes, kom op. Oh, dit is echt oprechte blijdschap. Eindelijk, eindelijk. Zoveel drafts dat hij wel oké was en dat we wel de draft nog wonnen, maar... Ik dacht van, zoveel potten waarin ik gewoon amper met mijn scoringspositie kwam. Omdat hij gewoon die snelheid miste en dan maar 2 goaltjes maakte in een hele wedstrijd. Ik vind, ja, oké, leuk, we winnen, maar het is niet genoeg. Ik wil meer van hem zien. Marcelo. Bergkamp. Ja. Kom aan. Ik voelde het al. Gaat hij weg? Ja, of nee? Hij is gewoon weg, jongens. Hij is weg. Dit zijn weer 9 à 10 minuten per doelpunt. Ik ga dit uitrekenen, maar dit is denk ik mijn allerbeste eenzame verdette ooit. En eindelijk met die moments Bergkamp. En eindelijk kan ik ook zeggen, ja, met zo'n chemistry style is Bergkamp echt insane. Holy shit, ik heb er echt lang over moeten twijfelen. Wat voor advies gaan jullie nou geven, joh? Moet je dit wel of niet doen? Dit was echt insane. 48 minuten, 5 goals weer. What the fuck? Goed, de eindconclusie. Het antwoord op de vraag van deze video. Moet ik 16 tokens in gaan leveren voor Prime Icon Moments Bergkamp? En heel lang dacht ik dat dit een video zou worden waarbij het antwoord op die vraag nee zou worden. Al had ik echt elke keer al wel door dat hij hele lijpe kwaliteiten heeft. Maar nu kan ik echt, echt vol overtuiging ja zeggen. Als je die pace van hem boost met zo'n shadow kaartje, misschien een hunterkaartje, dan moet hij normaal gesproken nog beter zijn, zelfs met zo'n hunterkaartje. Maar dan is deze man echt ongekend. Van zijn passing hebben we zelfs nog weinig gezien. Maar kijk even naar dit klassement, jongens. Die Dalglish. Hij leek nooit meer achterhaald te worden. Maar Bergkamp Prime Icon Moment staat hier gewoon op 1. Met 8,3 minuten gemiddeld per doelpunt in die allerlaatste FUT draft. Jullie kunnen het allemaal terugkijken. 216 minuten heeft hij in totaal gespeeld in die draft. 26 goals, dat is dus gemiddeld 8,3 minuten per doelpunt. Dat is genoeg bewijs, denk ik. Hij voelt oprecht heel fijn aan. Is van origine dus niet de man van de actie. Maar komt hij ook maar enigszins vrij, dan scoort hij. Zijn balbehandeling is fantastisch. Jongens, ik ben echt heel enthousiast. Ik denk dat ik zelf ook gewoon die 16 tokens hiervoor op ga sparen. Ik ga hier echt moeite voor doen om Moments Bergkamp uit die Icon-swaps te kunnen halen. Dit was het. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te zien. Dit is een heel lange video geworden. Als gezegd, heel veel tijd en moeite ingestopt. Hopelijk waarderen jullie het. Tot de volgende keer. Adios. Ciao, ciao.